De volgende krans wordt gelegd voor alle burgers in Azië die tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië zijn omgebracht of omgekomen als gevolg van verzet, internering, oorlogsgeweld, uitputting, honger en dwangarbeid. Mijn beide grootvaders hebben de Japanse concentratiekampen en daarna de Bersiap overleefd. Mijn opa Willem leeft helaas niet meer. Vandaag legt mijn opa Joost een krans en denkt dan aan alle onschuldige burgers die in Azië zijn omgebracht in de Tweede Wereldoorlog en daarna. Door de verhalen van mijn grootvaders ben ik me ervan bewust dat het doorvertellen en het blijven herdenken heel belangrijk zijn. De vader en ooms van mijn oma hebben de Japanse interneringskampen overleefd. Zelf heeft zij met haar moeder ternauwernood buiten de kampen kunnen overleven. Ter nagedachtenis aan alle mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben geleden en zijn omgekomen in Nederlands-Indië en gebieden in Zuidoost-Azië, legt zij vandaag een krans. Ook zodat wij stilstaan bij de offers die zij brachten en dat wij onze vrijheid nooit voor lief mogen nemen. Joost van Bodegom en zijn kleindochter Ditten. En Isabella Kingsbury Chevalier en haar kleindochter Kimberly.